jongens ondertussen in het center van Bokken. Het was echt super grappig, maar dat was met Sirius een stil. En er was een mop op elkaar, hoor. Er is een festival in Borculo. Proost. Wat? Hij kan wel lief zijn voor Elmo. Wat dacht je dat ik er niet kon dan? Hij kan wel lief zijn. Wie, ik of de kat? Jij. Kijk, dan zeg ze het een keer goed. Breng ik je lief. Het doet alsof ik nooit lief ben voor de kat, maar dat is niet zo hoor. Jullie hebben natuurlijk de vossen afgelopen jaar gezien. Ik ben best wel lief voor Elmo. Ja, ik hou hem van plagen, ja. Ik hou van hem te plagen, ja. Goed voor Nederlands. Kijk dan eens, wat lief. Goed zo. Ja, luister zo naar je. Ja. Hallo allemaal, superleuk dames en heren dat jullie weer kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Vandaag gaan we naar iets superleuks doen. Het zomerfestival van Borculo. Daar gaan we vandaag naartoe, dus ik ben heel benieuwd wat het wordt. Het wordt gewoon, ja, zomerfestival, heel simpel. Dus hoop dat het weer een beetje mee gaat zitten vandaag, maar het zal of het wel of niet goed komt, ik weet het niet. Maar we gaan in ieder geval een leuke dag maken in deze vlog. Kijk, we beginnen de dag met een eitje. Nou, dames en heren, we hebben het weer in ieder geval mee, zoals jullie kunnen zien. Lekker hoor, althans, nu dan. Het is nu nog droog, hopelijk blijft het ook droog als we straks naar het festival gaan. Kijk, zijn ze hoor, Jut en Jol samen. Jut en Jol samen. Moet je dat mouwtje nou even laten horen, hè? Nou ja. Die plantjes eten. Ik heb ondertussen de spullen ingeladen. We gaan zo eventjes een promotje opnemen voor de video's van binnenkort voor het septemberfeest. Zo, gooi hem even de lucht in. Je moet zo extra geluidseffectje toevoegen. Zoals gezegd, eventjes een promotje opnemen. Nou, oké, het is gefixt. Het heeft even geduurd, maar het staat erop, dames en heren. En we zijn ondertussen even in het center van Bokken. Het was echt super grappig, maar dat was met Sirius een stil. En er was een mop op elkaar, hoor. Dat is niet normaal. Ik zei van mijn vriend te wachten. Die zegt naar de HEMA, maar het was niet normaal. Het stond in het stil buiten. Het was aan het mopperen op elkaar. Ik kon hem lachen. Eigenlijk had ik het gewoon te filmen. Dat kun je natuurlijk niet maken. Ach ja, voor de rest is het gewoon lekker rustig in het centrum van Borculo. Eigenlijk een beetje zoals altijd. Maar ja, binnenkort natuurlijk niet meer, want dan heb je natuurlijk septemberfeest. Goed, we moeten zo eventjes voor allemaal wat eten halen, maar ondertussen, het is natuurlijk mooi weer, dus... Even drinken. Zo, het eten is er ook weer. Hoppakee. Nou ja, en al lijkt het soms niet zo, dames en heren. Het is weer zomer en dat betekent tijd voor een ijsje. Al lijkt het soms buiten dat het wel herfst is. Lekker. Goed, we hebben het eventjes een heerlijk kippetje achter de rug. Achter de kiezen, moet ik zeggen. Achter de rug. En die is toch al behoorlijk aan het spetteren geweest. Dus al dat vet, dat gaat natuurlijk overal in zitten. Dat is alleen mijn kleding, dus ik heb even een nieuw, even een schoon t-shirtje aangedaan. Ondertussen is Toekie even bezig om de bloemetjes allemaal poten, wou ik zeggen. Nee, te water geven en netjes te maken. En dan gaan wij zo eventjes naar het zomerfestival. Nu het nog kan, nu het nog een beetje droog blijft. Weet je wat het is hoor, maar ik las ook alweer ergens dat de komende dagen dat het 32 graden gaat worden. Boch. Weet je, ik vind hitte hartstikke lekker met zomer. Gewoon normaal lekkere temperaturen, maar 32 graden, dat is gewoon echt niet chill. Maar ja, straks in de winter dan loopt iedereen weer te klagen dat het weer vriest. Dus dat moet je ook niet hebben. Maar goed, wij gaan zo eventjes heerlijk naar het zomerfestival. En dan gewoon kijken wat het is. Nog een dag. Of zoals we zo zeggen, klein maar fijn. Dat zou ik zeggen. Ja, en dat soort momenten maak je ze altijd mee als je dus mensen gaat filmen en die gewoon een beetje dronken zijn. Maak je dat soort momenten mee. Zitten hier, maar ik heb het nog iedere keer bedankt hoor. Wat proberen ze nou ondertussen? Dit is mijn tweede vanavond. Hoe ga je drinken? Ik heb het vast ineens. Ik kan niet weten! Goed.
laat is. En zul je zien, over 10 minuten komt hij weer, hoor, let maar op. Hier is het leuke. Het is hier leuker dan dat het daar is. Moments later. Tussen 1, 2, 4, hoppakee! Ik wist het, ik zei het al, voordat we het beeld van optreden waren. Hij is over 10 minuten weer. En ja hoor, Sinterklaas is er weer. Hallo. Sinterklaas is er weer. Ik ga 17 september naar Spanje. Dus als je het niet erg vindt... Ja? Nee, omdat je zegt dat ik Sinterklaas ben. Wauw. Ja, hij is dus weer. Nog geen 10 minuten later en hij is back. A few moments later. Het is toch ook gewoon niet te geloven, hè? Ik vind het zo leuk om een festival te hebben hier in Barcelo. Wat een kerel ook. En ik heb nog geen, ik heb niet veel bier op. Wat ik net heb gehoord in mijn oor. Begrijp? Dames en heren, koeken en peren. Er is een festival hier bij Barcelo. Proost. Sorry jongens dat jullie dit allemaal hebben moeten zien. Nou, tot zover zomerfeest. Van Barcelo, met Toekie. Zo dames en heren, we zijn weer thuis en we gaan eventjes lekker een beetje chillen. Een biertje doen, ik heb inmiddels 2 drankjes op. Dus vond ik het mooi geweest om weer weg te gaan. Maar goed, nogmaals even een shout-out naar... Tim, die gaf ons gratis, ik had 2 biertjes op, dus die gaf me gratis 2 biertjes, een Toekie, een 7-Up en een Sinus. Ja. Dus Tim, als je deze vlog ziet, shout-out aan jou, thanks. Ja, en, dank je Tim. En even een shout-out naar AHA, want daarvan hebben we de kaartjes gekregen om gratis naar, Kerkmeijer te gaan. Dus thanks. Ja, dat was het al. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet het blauw duimpje omhoog te vergeten. Abonneer op mijn kanaal. Hier weet je niet wat gedaan. Check bij de volgende vlog hier op Mitty. En dan zeggen wij, zoals altijd, en ook vandaag, gewoon Toekie er alweer vandoor, zie ik. Please. Ik dacht, jij kan de vlog wel weer afsluiten. En dan zegt Toekie, zoals altijd, en ook vandaag.